De politie zorgt voor orde en veiligheid op straat. Zo bestrijden ze criminaliteit, delen ze boetes uit en houden ze het verkeer in het gareel aan de hand van controles. Dat laatste lukt alleen niet altijd. Vaak genoeg rijden bestuurders idioot hard op de weg. Denk bijvoorbeeld aan rapper Boef die voor meerdere jaren zijn rijbewijs kwijt is vanwege zijn onverantwoorde rijgedrag. Soms loopt een confrontatie tussen de politie en de snelheidsduivels uit in een politieachtervolging. Vooral in de Verenigde Staten gaan mensen heel lekker op dit soort acties. Grote achtervolgingen worden zelfs live uitgezonden op tv. Benieuwd naar de meest bizarre politieachtervolgingen ooit? Nou, daar gaan we je vandaag meer over vertellen. Nummer 10. Een lang ritje. Als we over een lange rit spreken, hebben we het in dit geval niet alleen over de duur van de achtervolging, maar ook over de lengte van de auto. De volgende achtervolging vond namelijk plaats met een limousine. Politieagenten troffen de limo aan op de snelweg. De bestuurder reed zeer asociaal. Na het zien van de politiewagen zette de limo de brommer aan. In een poging de politie te lozen sloeg de limo een dorpje in. Helaas, dit plan mislukte. Als uiterst redmiddel reed de bestuurder weer richting de snelweg. Optrekken naar 240 km per uur bleek te veel te zijn voor de limo. De versnellingsbak ging naar de knoppen, waardoor de verdachte eenvoudig werd gearresteerd. Nummer 9. De politie uitdagen. Soms vraag je je af wat er door het hoofd van sommige mensen gaat. Een vrouw raakte verwikkeld in een politieachtervolging in Orange County, Californië. In plaats van er zo snel mogelijk van door te gaan, leek het haar een slim idee om de auto stil te zetten en de politie uit te lokken. Ze vergat alleen de handrem erop te zetten, waardoor de wagen langzaam wegrolde. Vervolgens dook de vrouw weer achter het stuur en werd de achtervolging vervolgd. Credits naar de rijskills van deze bestuurder trouwens. In the heat of the moment gooit ze er nog een aantal donuts uit. Ja, de pret eindigt alleen wanneer ze wordt ingeklemd door 5 auto's. Nummer 8. Een minderjarige chauffeur. In de Verenigde Staten mag je dan wel eerder je rijbewijs halen dan hier, maar op je 12e is wel heel erg jong. Een meisje in de staat Texas besloot dat ze wel eens achter het stuur wilde gaan zitten. Ze pakte de auto van haar oma en zette haar kleine zusje op de achterbank neer. Met 200 km per uur raceten de twee kinderen over de weg. Het duurde natuurlijk niet lang voordat de politie de achtervolging had ingezet. Met behulp van technische snufjes slaagden de agenten erin de auto te hacken. Via de software konden ze hem tot stilstand brengen. En gelukkig bleven de twee kinderen op die manier ongedeerd. Nummer 7. Stuntman op de weg. De bestuurder in de volgende video heeft wel heel veel GTA gespeeld. De achtervolgende agent besluit tot 3 maal toe een zogenaamde pitmanoeuvre uit te voeren. Dit is een tactiek waarbij je de auto zachtjes van de zijkant beukt tijdens een achtervolging. Hierdoor verliest de bestuurder de controle over het stuur en komt de auto tot stilstand. In dit geval echter niet. De bestuurder weet de pitmanoeuvres namelijk te pareren door mee te sturen. De auto spint daardoor een volledig rondje en kan op die manier zijn weg weer vervolgen. Uiteindelijk slaagt de derde poging van de agent wel. De banden van de auto klappen en de auto is totaal los. Nummer 6. De politie eruit rennen? Nadat een bestuurder van een auto erin faalt om de politie af te schudden, besluit hij de benenwagen te nemen. Agenten zijn in grote getale aanwezig aangezien de man bewapend is. Tijdens een vluchtpoging besluit de man heel even op adem te komen, terwijl hij de agenten achter hem hoort schreeuwen. Nadat een schot met een rubber kogel wordt gelost, zet de man het weer op een lopen. Na meerdere keren geraakt te zijn, geeft hij het op en laat hij zich boeien. De verwondingen van de rubberkogels zullen vast het minst van zijn zorgen zijn. Hij kan zich beter druk maken over hoe lang die achter de tralies zal verdwijnen. Nummer 5. Langzaamste achtervolging ooit. In 2015 werd een verdachte in het dealen van drugs achterna gezeten door de politie. 2 politiewagens volgden de auto voor ruim 2 uur. En dat ging op slakken tempo. De bestuurder besloot namelijk extreem langzaam te rijden. En dan denk je misschien, waarom blokkeren de agenten de rijbaan niet gewoon? Nou, volgens de officiële regels in de Verenigde Staten mag de politie niet voor de verdachte rijden. De agenten moesten dus geduldig afwachten wat de bestuurder nog in petto had. Na bijna 2 uur besloot hij zijn move te maken. Hij versnelde en reed tegen de rijrichting in. Uiteindelijk wist een SWAT-busje de auto uit te schakelen met, jawel, een pitmanoeuvre. Causing it to slam into a concrete median. SWAT officers swarmed the suspect.
Nummer 4. Bike Ride Real Life. In dit lijstje treffen we slechts één motorrijder aan. Een bestuurder van een motor werd door de politie van Los Angeles verzocht langs de weg even te gaan stoppen. Nadat hij dit weigerde, begon een achtervolging met een hoop bijzondere wendingen. De motor chaste langs auto's en negeerde rode lichten. Nadat hij door heeft dat hij wordt gefilmd voor live televisie, besluit hij een showtje op te voeren voor de kijkers thuis. Zo gaat hij meerdere malen op het zadel staan. Dat moet hij vaker gedaan hebben. Daarnaast besluit hij een korte stop te maken om oortjes in te doen. Na ruim een uur gooit de bestuurder de handdoek in de ring. Een lege tank is de spelbreker in dit geval. Nummer 3. Shootout. Een man die verdacht werd van een gewapende bankoverval vluchtte snel van de locatie. Maar de politie is er als de kippen bij, wat resulteert in een achtervolging met hoge snelheden. De verdachte besluit een parkeerplaats op te rijden om de agenten voor de gek te houden. Uiteindelijk weten ze de auto in te klemmen. De man weigert mee te werken tijdens een arrestatie en vertoont uiterst verdacht gedrag. Zo grabbelt hij rond in zijn auto, wat de politie het idee gaf dat de man een wapen tevoorschijn zou gaan toveren. Uiteindelijk besloten ze dat het gebruik van hun vuurwapens de laatste optie was. Nummer 2. Artiesten op de weg. Los Angeles is dé stad van de politieachtervolgingen. Vrijwel dagelijks moet de politie uitrukken om bestuurders van de weg te halen. En dat gebeurt ook in het volgende fragment. Twee mannen besloten het dak van een convertible open te doen en zich helemaal uit te leven. Zo draaiden ze donuts voor stoplichten en hingen ze half uit de auto. Daarnaast slingerden ze zich een weg tussen de auto's door en dat op de snelweg. Een spijkermat bleek voldoende om de auto te stoppen. Voordat de agenten de jongens in de boeien wisten te slaan, vroegen omstanders nog snel om een selfie. Leuk kiekje voor op Insta. En dan, op nummer 1, verstoppertje spelen. Achtervolgingen gaan vaker fout dan dat ze slagen. Vier verdachten van een overval werden achterna gezeten door de politie. In een wanhoopspoging probeerden ze weg te rennen van de agenten. Als dit niet blijkt te werken, komt één man met een briljant idee. Terwijl zijn drie maten worden gearresteerd, weet hij zich te verstoppen. Op live beelden is duidelijk te zien dat er iemand onder een geparkeerde auto ligt. De agenten konden de laatste verdachte lang niet vinden. Uiteindelijk belde het nieuwsstation de politie op om ze te tippen waar de laatste verdachte zich had verstopt. Handig, hè, die live televisie. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!